Geeft dat geloof jou rust? Ja. Op wat voor manier? Nou, bijvoorbeeld als mijn programma stopt. Dat ik dan wel een paar dagen chagrijnig ben, maar dat ik dan een paar dagen later denk van... hey, eigenlijk gaat het hier helemaal niet om. Er zijn echt belangrijke dingen. En dat helpt. Dat geeft dan een maar soort dan bid je ook en dan zoek je contact met God. Ja. En praat hij dan ook terug? Zegt hij wat dan? Of? Ja, nou ja, soms wel. En dan niet zozeer rechtstreeks als een bliksemflits, maar meer door bijbelteksten en psalmen en zo. Net na Knevel van de Brink las ik een psalm waarin stond uiteindelijk... ik weet niet meer de letterlijke tekst, maar het komt wel weer goed. En dat helpt me dan ontzettend. Maar is dat niet ook gewoon geloof in jezelf eigenlijk, als je eerlijk bent? Is dat nou zozeer God? Is dat het geloof? Nou ja, ik had het zelf niet bedacht, want ik was er nogal gereinigd van aanvankelijk. Dat het zo ging? Ja. En maar... als dan van de andere kant, of van buitenaf, noem ik dat dan... zoiets tot je komt, vind ik mooi. En dat helpt mij. Kan je dat voorstellen? Nou ja.